Welkom bij een nieuw seizoen Buiten de Lijntjes. Met nog meer gekke vragen, leuke voetbalchallenges en vette voetbalprijzen. En vandaag gaan we gezellig langs... Gustil. Op jouw hoogtepunt, in jouw carrière, hoeveel miljoen ga je dan waarden? 15. En naar welke club gaat het voor je betalen, denk je? Ik hoop een Duitse club. Een Duitse club. Kutvraag. Nee. Hoezo? Toch lachen. 15 miljoen valt toch mee, vind ik trouwens. Ja, ik was ook bescheiden. Hoezo? Met de bedragen al tegen. Eigenlijk 120, maar helaas maar voor de kijkers. Rustig aan. Welke speler uit de Eredivisie wil jij graag in je team hebben? Ziyech. Ja. Het staat op het middenveld, hè? Naast me. Naast je, oké. Okay. Vind je dat de beste speler van de Eredivisie? Ja, veruit. Wat is jouw FIFA-rating dit jaar? 75 volgens mij. Ben je daarmee eens? Nee, dat is wel hoog gemaakt. Hoeveel? Wat is een goede rating voor jou? Nee, ik vind 75 prima. Ja? Alleen ik ben wel heel gemiddeld. Alles gewoon gemiddeld. Ik heb geen specialiteit, daar baal ik wel van. Maar wat is jouw niveau op FIFA? Hoog. Hoog? Ja. Wie geef jij altijd een jantje? Ja, wie niet? Dat is eerder de vraag. Nee, Jong Oranje verloor van Frenkie. Ja? Die kan wel spelen. Oké, Guus, we hebben 4 uitdagingen voor je. Jij krijgt 3 pogingen per uitdaging. Uh-huh. Mocht het niet lukken, dan moet jij een klein cadeautje geven aan de kijkers. Wat ga jij geven? Een paar kiksen. Een paar kiksen? Kom maar goed. Lekker. Guus, uitdaging 1. Ik heb een bal. Jij staat in een cirkel. Ik laat de bal los. En je moet hem aannemen binnen de cirkel. De bal er mag niet buiten de cirkel komen. Ja? Kom maar. Klaar hoor? Klaar. Daar gaan we, poging 1. Wacht. Ja, komt. Focus. Pietpaard! Poging 2. Ja! Ja, die kijkers gaan helemaal niks van mij krijgen. Wie is de meest irritante speler waar je ooit tegen hebt gespeeld? Ik had laatst op het veld met Glenn Bell wel een beetje mot. Ja? Een beetje schoppen over en weer en praten. Ja. We kennen hem voor de rest niet hoor, maar ik vond het toen wel een vervelend ventje. Wie vind je de meest vervelende interviewer in Nederland? Wie niet? Wie niet? Vind je ze allemaal vervelend? Van Milan dacht ik ook dat het een vervelend ventje was, maar toen was hij meer naar Bolivia. Voor was daar eigenlijk wel een chille gast, maar die vind ik vervelend. Je hebt die gozer die bij Pau Nieuws zat. Oh ja, Dennis. Ja, die zit nu bij Veronica. Oh, dat is zo'n misselijk ventje. Ik ken je niet persoonlijk, maar die vragen kan ik hem wel schieten. Wat is de slechtste wedstrijd die je ooit hebt gespeeld? In de jeugd denk ik, onder 17 viel ik tegen Feyenoord in. Nou, toen raakte ik geen knikker. Nee? Elke bal sprong van mijn voet. De trainer dacht ook, die staan we nooit meer op. Uitdaging 2. Het Jeu de Bal. Je kent Jeu de Boel, de sport wel. Zo dicht mogelijk zijn. Of moet ik hem erin leggen? Je gaat deze, ga je een eind die kant op schoppen. Niet te dichtbij natuurlijk, je moet het wel een beetje moeilijk maken voor jezelf. En dan moet je de bal binnen 1 keer in de cirkel stil hebben. Oké. Poging 1. Is dat de zak, man? Take 2. Kom maar. Wat scheelt het dan? 3. Nu gaat het om souplesse. Oké. Tekje 3. De laatste. Oh! Ja! Vertel iets aan ons wat geen enkele voetbalfan van jou weet. Dat ik net ben verhuisd, misschien. Van waar naar waar? Van de Bijlmer naar Oost en met mijn 2 beste vrienden ben gaan samenwonen. Kijk. Leuk, en die ken je al sinds? Sinds klein, ja, natuurlijk. Ja? Ja. En hoe bevalt het met z'n 3 Ja, samen? Goed, wel af en toe. Als de vaat was niet zo gedaan en als ik thuis kom, dan kan ik er wel eens een. Laat ik maar niks zeggen. Nee, maar voor de rest gezellig. Maar ik kan niet alleen zijn, dat is het wel. Heb je op jezelf gewoond dan eerst? Nee. Maar ik weet van mezelf dat ik niet op mezelf kan zijn. Of vind je het gewoon niet leuk? Ja, niet leuk. Oeh, saai. Dan ga ik me echt vervelen. En is het vaak dan... Nu is het gewoon Mario Kart spelen en zo, dat is leuk man. Ja, ja ik merk ze dood. Daarom is het goed in FIFA ook, omdat je met hun... Het is pas net hè, dat ik met ze samen ben, maar we spelen wel veel spelletjes. En ik ben wel kampioen, dat weet ik wel. Ja? En welke games speel je het meest dan?
Mario Kart. Ja. Maar die doen we echt, zeg maar, wie moet de vaatwasser doen? Nou, dan wordt het Mario Kart beslist, zeg maar. En FIFA natuurlijk, maar daar vind ik niks meer aan. Dus maak je dan gewoon niveauverschil is te groot. Ja, ja, ja. Nog eentje. Oh ja, Fortnite, maar dat kan niet tegen elkaar. Nee, maar ben je daar goed in? Nee. Nee. Maar ik speel het wel. Maar ik ben echt, dan zie je soms die naam staan, Tom 2004 en dan weet je dat je tegen een 12-jarige speelt. En dan krijg je alle hoeken en standen word je neergeschoten en dan schaam ik me echt kapot. Dan druk ik heel snel weg, volgende pot spelen. Ja, echt. De derde chance hebben deze niet voor nodig, dus die kan weg. Deze heet namen en rugnummers. Jij mag beginnen met hoog houden, de bal mag niet vallen. En jij moet van mij de nummers 1 tot en met 11 noemen van je eigen team. Oh, yeah. Voor en achternaam. Ik ben niet goed in, hè? Voor en achternaam. Starten? Gaan we. 1. Marco Bissot. Klopt. 2. Jonas Svensson. Klopt. 3. Henry Weigert. Ja. 4. Ron Vlaar. Ja. 5. Thomas Aujan. Ja. 6. Frederik Mitscher. Ja. 7. Calvin Stengs. 7. Calvin Stengs, jazeker. 8. Kolp. Ja. 9 Björn Johnson. Ja. 10 Ikke. Ja. En 11 Idrissi. Nou, jongen, zo makkelijk. Zo makkelijk. Aan welke teamgenoot, of ex-teamgenoot, zou jij nooit, maar dan ook nooit je auto uitlenen? Bella Sani. Die kwam er heel snel uit. Die rijdt knijteraar, zo. Ik weet eigenlijk ook niet of ik dit mag zeggen. Ik hoop dat ze het niet te zien krijgt. Nee, dat is maar een knipoog. Ben je zelf een nette coureur? Nee, heel rustig, echt een baantje. Dat is wel gast, jongen. Met welke ploeggenoot of ex-ploeggenoot zou jij vakantie compleet uit de hand lopen? Maar wat voor zin uit de hand lopen? Uit de hand lopen? Wat denk je er zelf bij? Mag ik er meerdere noemen? Tuurlijk, tuurlijk! Ik denk Michael Breij. Ja. Die ken je? Ja. Die speelt bij Groningen. Ja, ja. Die is knettergek. dat is nou echt een debiel. Pietje Veldhuis. Ja, dat lijkt me wel een goeie. Ja, als een soort vader. Maar dan niet de goede vader. De duivel. De duivelvader. Die zegt, ja, doen. Oké, tot nu toe ga je uitstekend. Pole position, alles gelukt. Dan de laatste en moeilijkste challenge. Ik ga daar staan. Je kent latje trappen, dat gaan we niet doen. We gaan winkelhaakje trappen. Ik hou deze omhoog bij de kruising. En jij moet hem in 3 pogingen erin krijgen. Buiten de 16. Buiten de 16. Maar een randje 16. Zeker, zeker, okay. Zeker. Ja, dat is goed. Ik ram hem wel erin. Oh, wat scheelt het dan, hè? Poging 2. Oh, bijna 3 punten. Hij gaat me naaien, hè? Ik voel het nu al. Ga onze kopje rammen, let op. Do or die, kicks voor de kijkers of winnaar Guus Til? Tyfus. Die was omhoog gemikt, of niet? Ja. Wil je mijn schoenen winnen, dan moet je raden hoe vaak ik de bal kop in de aankomende wedstrijd van AZ. Mannen, rustig aan. Ik ram hem nog even in de kruis. Jezus, slecht! Jongen, jongen, hé!